What's up mensen? Heel vaak heb ik ergens een mening over en dan typ ik dat bijvoorbeeld helemaal uit in een lange post op Facebook. En vervolgens denk ik, weet je wat Quim, volgens mij kan niemand het wel schelen wat je zegt en moet je maar beter gewoon eigenlijk je bek houden. Maar nee, niet dit keer. Ik wil het even hebben over de Zwarte Pieten bullshit. En waarschijnlijk denk je nu, oh nee Quim, niet de Zwarte Pieten bullshit, niet jij ook. Ik heb het zelf elk jaar met veel plezier gevierd. Totdat ik opeens hoorde dat Sinterklaas niet echt was en ik als 6-jarige in een soort van midlife crisis terechtkwam. Oh my god, dat was zwaar. Dat was echt zwaar om mee te dealen. Zo'n groot leugen. Horrible. Terug naar mijn punt. Het lijkt alsof de Zwarte Pieten bullshit elke maand weer terugkomt. En we zitten nu in oktober en volgens mij is het deze maand 10.000 keer erger dan de andere maanden. En misschien zit ik dan in een ander pakket omdat mijn moeder dan Nederlands is. Hoi. En mijn pa Surinaams. Ja, sorry, ik kan geen filmpje van mijn pa inserten, want hij zit zeg maar in een ander continent nu. Wat zeg maar te veel gebeurt in deze discussie, is dat er onnodige, random haat wordt overgegooid naar elkaar. Er worden dingen gezegd als alle kut-Nederlanders die zijn racist. Of alle negers moeten terug naar hun eigen land. Waar de fuck zijn we mee bezig als we dat soort dingen naar elkaar toe gooien? Als alle Nederlanders racist zouden zijn, dan zou ik niet bestaan. En alle donkergekleurde mensen terug naar hun land betekent dat ik een retourtje Nederland moet kopen. Ik weet niet hoor, maar als je dat soort dingen uitspreekt over een ander, als in loop nu naar de badkamer en ga je mond wassen met zeep. Want wat je zegt, just disgusting bro. Disgusting. Wat ik ook fucking hilarisch vind, zijn die mensen die een beschuldiging van racisme gaan bevechten met racisme. Zo van, hey kijk, daar is een brand, hier is een aansteek, laat ik er nog wat meer vuur bij gooien, zeg maar. Zo van, logisch. Mensen hebben dan argumenten waarbij ze zeggen, nee, Zwarte Piet heeft niks met neugers te maken, jongen. Hij is zwart zoals van het roetjongen door de schoorsteenjongen. En vervolgens maken ze dan filmpjes waarin ze serieus niet meer verwijzingen konden bedenken tussen Zwarte Piet en een negroïde ras. Gewoon niet. En zo'n filmpje, dat moet dan een grap zijn, dat moet dan humor zijn, want het is dan racisme. Maar het is geen racisme, maar ze laten zien dat het geen racisme is, want dit is pas echt racisme. So much stupidness, I can't even. Maar het mooie is, de man die zeg maar moest pleiten voor dat Zwarte Piet racisme was, lijkt wel een van de domste mensen die ik ooit publiek heb zien praten. Na de rechtszaak waarbij hij dus moest pleiten dat Zwarte Piet daadwerkelijk racisme was, kreeg hij de vraag, ja maar meneer, wat is dan uw oplossing voor als Zwarte Piet weggaat? En hij reageerde met, ja, misschien een blanke man met blauwe ogen en blond haar. Vanaf elke kant komen er dus fucking domme argumenten. En ik denk dat er maar een kleine minderheid is die er op een normale manier over nadenkt. Nu mijn eigen mening over of Zwarte Piet nou racistisch is of dat het weg moet of wat dan ook. Ik ben van mening dat in alle eerlijkheid gewoon moet worden gezegd. Oké, Zwarte Piet heeft inderdaad wat kenmerken van een negroïde ras. Laat inderdaad wat dingen zien die uit de slavernij nog eigenlijk zijn blijven hangen. Dit allemaal kan heel simpel gefixt worden. Serieus, Zwarte Piet hoeft daarvoor niet weg. Zwarte Piet moet daarvoor worden veranderd. Maar als Zwarte Piet nou gewoon oprecht roetvegen op zijn gezicht krijgt, en dan wel gewoon niet een beetje paar veegjes, maar gewoon vegen, waarbij je af en toe wel een beetje door de verf of door de smink heen kan zien, zodat het realistisch is, zodat het lijkt zoals het roet is. Want je kan mijn moeder net zo vaak door een schoorsteen gooien als je wilt, maar ze zal er nooit uitzien als Zwarte Piet. Geen overdreven grote rode lippen, geen gouden oorbellen, gewoon eventjes alles dat weg. Vervolgens heb je gewoon een Zwarte Piet die letterlijk niemand wat kwaad kan doen als daar iemand nog iets over zou zeggen. Dan hebben ze letterlijk bullshit in hun hoofd. En iedereen is blij. Zwarte Piet blijft. En Zwarte Piet is geen karikatuur meer van een negroïde persoon. Die ook nog eens in de slavernij betrokken kon zou kunnen zijn. Of zoals mijn broertje briljant zei. Waarom maken ze niet gewoon een film waarin ze zeg maar de pepernoten, daar is iets mis mee. En dan eten de pieten het. En vervolgens krijgen ze allemaal een verschillende kleur. En dan maken ze dat een grote film. En dan kijken alle kinderen het. En vanaf dat punt is opeens een gekleurde Piet de norm. Gosh, waarom is hij zo briljant? Zoals altijd sta ik open voor alle verschillende meningen. Dus hieronder is gewoon één groot debat, mag je ervan maken. Denk alleen wel na over wat je zegt, want racisme en dit soort gedoe is nou eenmaal iets wat gevoelig kan vallen. Dus denk nou over wat je zegt en dan mag je dingen onder beneden achterlaten. Vond je dit nou een goed filmpje? Laat dan een blauw duimpje omhoog achter als je het met mij eens bent. Of mijn visie wel een goede vindt. Of van, ik wil...
Yes, goeie visie G, duimpje omhoog, what? En dan zie ik jullie volgende week weer. Bye! En dan van die mensen die vervolgens zeggen, ja, maar een blauwe Piet is niet geloofwaardig. Stop. Stop gewoon, want jij hebt geloofd dat er een gast uit Spanje met zijn paard op je dak stond en die vervolgens helpers had, die door je schoorsteen elke avond voor Sinterklaas cadeautjes in je schoen deden, oké? Okay? Ook al had je geen schoorsteen, je geloofde dat hij door de schoorsteen kwam. Dus stop. Stop gewoon. Stop. Drops mic. What?